Porque te enojas y solo trato de ser honesto. En eso de pedir disculpas no soy un experto. Tengo temor a que se nos acabe el tiempo. Roel van Cross Your Borders. Hi Roel. Hallo Cedric. Kan je iets vertellen, heel in het kort, wat Cross Your Borders inhoudt? Wat doen jullie? Zeker. Cross Your Borders is een jonge organisatie die door het hele land onderwijsprojecten organiseert over armoede en onrecht in de wereld. Ja. En het doel is om jongeren door het hele land bewust te maken van die problemen op een speelse en een leuke manier. Dus dat is onze hoofdactiviteit. Ja. Dat zijn de onderwijsprojecten waar jij ook bij helpt, Cedric. Ja. Juist, inderdaad, hier is Rob Mendels, dat doen we niet, lager. En blokken zitten, en blokken zitten, en dan gaat ie. Van de heupen, en de beweging van de heupen ziet er zo uit. Kijk goed. Dit is de beweging van de heupen. Trouwens, kan ik zo bewegen omdat ik een neger ben, zit er bij mij in het bloed? Ja. Ja, wie zegt ja? Zeg je allemaal? Nou, dat is niemand meer. Nee, inderdaad, dat klopt niet, want het is een vooroordeel. Oké? Okay? Dat is een van de redenen waarom ik houd de klompen aan heb. Ik ben tegen vooroordelen. Hoe dan ook, we hebben andere uiterlijke kenmerken gekregen. Kleine genetische variaties. Dat betekent dat dit en dit hetzelfde zijn. Alleen heel klein informatieverschil. Wij mensen, één ras, bestaat niet verschil. Homo sapiens sapiens, wij zijn meer dan 99% gelijk aan elkaar. En dat betekent dat ik, als ik iets kan, kunnen jullie dat ook. Alleen toen ik 14 was, wilde ik een meisje scoren op Curaçao. En ik kon niet dansen. En op Curaçao kan je alleen maar meisjes scoren als je kan dansen. Dus een jongen heeft me dit geleerd. Luis Felipe heet die. En ik heb dit 3 maanden lang, elke dag, 5 uur per dag, keihard deze beweging gemaakt. Oké, want ik moest, ja, moest mensen scoren en moet je wel. Dus dit is techniek en die techniek ga ik hier niet leren. En daarnaast hebben we nog een vette activiteit, dat zijn de reizen. En dat heet Faraway. Yes. En dat is eigenlijk voortgekomen uit vragen van leerlingen. Die zeiden op het einde van het project van, nou, het is leuk om het erover te hebben. Maar we willen zelf ook wel eens een kijkje nemen in zo'n land. Wij dachten, nou, dan gaan we dat gewoon doen, gaan we dat organiseren. En dat heet dus Faraway, die nieuwe die reisorganisatie van ons. En daarmee gaan we naar Tanzania. Daar gaan we bij jongeren op bezoek die zelf een bedrijfje willen starten. En dan gaan wij kijken hoe ze dat doen. En de jongeren worden helemaal ondergedompeld in het leven van de Tanzanianen. Yes. Dus dat is wat we doen. Samen met die veroveraars. Dat is één deel van mijn voorouders. Maar goed, het werk moest nog steeds gedaan worden. Maar te weinig Indiaan. Dus keken we over de oceaan aan de andere kant. Afrika. Ja. Oh ja. Negers, negerinnen. Groot. Sterk. Ja. We hebben die gekocht van andere negers. Vooral negers, hè, de koningen. Die waren al keis gevangen, dus die hadden het erg, die Afrikanen. Vervolgens hebben ze op kamerlijke schepen op elkaar zo gepropt. En ze lagen wekenlang dobberend, de kleine zo, over de Atlantische Oceaan. En eigen uitwerpselen en zo. En nu komt het. Af en toe moesten de mannen aan boord worden gehaald, die Afrikaanse mannen. En waarom? Ze moesten dit doen. 8 uurtjes lang. Waarom? Want ze moesten in een goede positie blijven om verkocht te worden voor heel veel geld. Oké, dames en heren, dit is de oorsprong van R&B, street dance, hip-hop, maar ook merengue. Dit is deel van de oorsprong van salsa muziek. Oké, goed.
Die Negers en Negerinnen die het hadden overleefd, die kwamen aan onder andere op Curaçao, Willemstad, Natuurlijke Haven. En daar werden die Negers en Negerinnen verkocht en verspreid over heel Amerika om slaven en slavinnen te werken op plantages en in mijnen. Wisten jullie dit al? Ja. Dit verhaal? Ja, dat is heel belangrijk, want alles wat we hebben, hoe rijk we zijn, heeft dat als basis. Over de workshop, wat je ervan vond? Wat ik ervan vond. Wat ik heel mooi vind, is dat heel veel dingen die ze al wel weten over slavernij bijvoorbeeld, die voelen ze echt in de workshop. En dat is het echt, vond ik echt de toegevoegde waarde voor deze leerlingen. Dankjewel, Janneke. Ja. Wat zijn de contactgegevens daar voor ouders die geïnteresseerd zijn voor die faraway reizen? Ja, op faraway.nl kun je dat allemaal vinden. En faraway is met F-A-I-R. F-A-I-R. Faraway. Heerlijke reizen. Ja, precies. Nou, hartstikke bedankt Roel. Ik zie allemaal leerlingen die komen naar de stand kijken, want het is een vette wedstrijd hier. Cross your borders hebben ze een grote bord, dan kunnen ze het stand houden. Yes, dat is de stand. En dat zijn de stand van de jongeren, die hebben allemaal groepjes met allemaal namen. 4 à 5 leerlingen en dan hebben ze een land waar ze wandelen en nou, dan krijgen ze punten voor. En vervolgens komen ze op een lijst terecht en ja, nummer 1 is de winnaar. Je ziet hoeveel groepen er zijn. Gracias.